De invoering van de belasting over de toegevoegde waarde, BTW, in januari 2023 zal voor prijsstabiliteit zorgen. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin gelooft niet dat BTW inflatoir zal werken, maar juist voordelen met zich zal meebrengen. Een van die voordelen is het transparant maken van het economisch systeem. Tijdens de behandeling van de wet belasting over de toegevoegde waarde 2022, gisteren in het parlement, haalde Gayadin aan dat het meest belangrijke is het instellen van een controlemechanisme. Bij goede controle en goede naleving van en goede administratie, en daarom vraag ik dat al de zaken goed geautomatiseerd wordt, zal je uiteindelijk krijgen dat men de juiste opgave hier doet en de juiste opgave doet voor verkoop. En dan krijg je ook de juiste belasting hier en de juiste belasting daar. Dat is het streven om plastisch uit te leggen. Ja, sommige mensen hebben veel getracht. Ze hebben niets van het land kunnen maken, dus ze denken dat dit een droom is. Maar dat is wat ik aan het begin zei. Dit is daadkracht van de regering om te bewerkstelligen, ondanks de moeilijke situatie waarin de wereld en ook het land verkeert, om door te zetten, om niet alleen aan morgen te denken, om alleen aan een verkiezing te denken, maar voor de komende generatie verder denken om ontwikkeling in dit land te brengen. Voorzitter. NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam zegt voorstander te zijn van de invoering van de BTW, gezien de BTW de meest fiscale ontwikkeling is in de afgelopen 50 jaar. De regering heeft naar zeggen van de parlementariër de durf om de BTW in te voeren. Echter moeten ze werken aan de administratieve zaken die nodig zijn om deze vorm van belasting te kunnen invoeren. Voorzitter van de Commissie van Rapporteurs praat over een durf vanuit de regering. Je kan die durf hebben, voorzitter, maar die durf kan niet tegenover een 80% dat nog niet is gerealiseerd met betrekking tot administratieve zaken, ICT, know-how en die committering vanuit die samenleving, die committering vanuit die stakeholders, voorzitter, van die committering vanuit de BTW-plichtigen die gaan het moeten uitvoeren, die onderdeel van het systeem is, voorzitter. Want als het niet goed is, gaat het alleen maar woede brengen voor die personen, voor die bedrijven. En het gaat averechts werken. Dus ik ben mee eens met die BTW. Maar hoe ver zijn we met de voorbereidingen? Hoe ver zijn we met al de zaken? Als we kijken naar ICT, als we kijken naar de administratieve, als we kijken naar alle processen binnen het systeem, voorzitter. Vreedzaam is het ermee eens dat de brede schouders de zwaardere lasten moeten dragen. Echter kaarten ze aan dat er veel mensen binnen de maatschappij belasting ontduiken en vroeg de regering deze zaken aan te pakken, alvorens er wordt overgegaan tot een nieuw systeem waar BTW daar onderdeel van is.